Ah, een morgen in Muskoka. De vogels chirpen, het duikertje roept. Het majestueuze geluid van een prachtig noordelijk landschap. Welkom bij de meest dramatische, spannendste aflevering. Het waren 8 lange weken in Kamp Wauwenaqua en Total Drama Island is bijna afgelopen. Er zijn nu nog maar 2 spelers. En vanavond is er 1 die het spel zal gaan winnen. Die speler gaat naar huis met het ongelofelijke bedrag van 100.000 euro. Wie zal het worden? De peinzende, bleke, alternatieve artiest Gwen? Of de grote, schattige surfer Owen? Pak snel een snack, ga maar even naar het toilet toe en ga daarna maar klaarzitten voor de dramatische slotaflevering van Total Drama Island! Welkom terug! We vroegen de finalisten hun gedachten te spuien in het dagboekhok voor ze de laatste ronde ingaan. Ik vond het superleuk! U was te gek! Ja, who's the man? Hoe het was om hier 8 weken te zijn? Verschrikkelijk, dat was het. Oh. Voor 22 ondankbare tieners koken makkelijk? Man, in de baai is dat ik leuker werk. Eten was heerlijk! Nah. Eén iemand vond het tenminste lekker. De hele dag sloof achter het fornuis. Het eten? Te ranzig. Minder rattenkeutels. Lijkt dit op een 5-sterren restaurant soms? De mensen waren geweldig! De mensen hier? Fout. Ze waren allemaal echt achterbaksen, manipulerende, bedriegelijke, ijdele, stomzinnige, absoluut gestoorde, bizarre, psychotische, racistische, overdominante, brave, vetweterige, feestende sukkels. Maar gelukkig ontmoette ik 5 mensen die wel normaal waren. Waar ik om herinnerd zou worden, persoonlijkheid. En waar zal ik om herinnerd worden? Mijn stralende persoonlijkheid. Oké, nou heb ik het gehad. Nu is het tijd om de 20 spelers te begroeten die de finale niet gehaald hebben. Hey jongens! Woehoe! Leuk jullie te zien! Wil iedereen die via de pier der schaamte beschaamd is weggegaan met de loserboot, meteen gaan zitten op de tribune van het falen. De kans die je kiest staat voor degene die je wilt aanmoedigen om te winnen in de laatste wedstrijd vandaag. Leuk matje. Ach, schiet op. Zit niet aan mijn haar, gestoord wicht. Gwen gaat onderuit. Hoe ik dat weet. Succes vandaag, Liz. Trent. Het is echt zo gemakkelijk om iets in een gebakje te stoppen. Snel werkend voor een betrouwbare stoelgang. Sukkel. Waarom zou Heather zo stom lachen? Misschien wel door de nieuwe kapsel. Of misschien is ze gewoon heel blij voor ons. Wauw. Heb jij ooit wel eens een slechte gedachte over iemand?
Gwen, Owen, jullie mogen de tribune van het falen vertellen wat je gaat doen met het geld als je gaat winnen. En waarom je het verdient. Nou, het is best goed dat ik zo ver gekomen ben. Ik bedoel, als ik dit kan overleven, dan kan school alleen nog maar meevallen. Oh, sorry. Ik hou me altijd aan mijn woord. En ik heb beloofd het bedrag te delen met Owen. Maar dan barst ik nog steeds van het geld. Ik ga denk ik reizen en daarna kunstgeschiedenis studeren. Woe, goed zo! Vriendinnetje heeft een doel. Echt heel cool. Wauw, dat is heel zoet. Oeh, saai. Maar zoet. Owen? Ik geef het grootste, vetste, mafste feest aller tijden. En ik nodig iedereen uit. Oh ja! Yeah! Gelukkig is niet iedereen omkoopbaar. Oh, ik vergat toch. Het feest is op een jacht. Fijn. Oké, het is tijd voor de laatste uitdaging. De afgekeurde Olympische estafette. De drie onderdelen zijn gepresenteerd aan het comité, maar helaas afgekeurd als Olympische sport. Allereerst... Ga je niet dit eventjes opzetten? Ik snap wel waarom dit onderdeel niet is goedgekeurd. Gekleed als een koe en een kuiken, ren je naar de eerste locatie, klim je in de baal en pakt de vlag. Als je de vlag niet hebt, heeft het geen zin naar beneden te komen. Oh, dat wordt vast zwaar voor onze grote vriend. Vervolgens loop je over een 300 meter lange paal die over een ravijn ligt, terwijl je een arend uitdraagt. Oh, ha! Is dat alles? Nee. Beneden je, zeldzaam maar echt, mensen eten de zoetwaterhaaien. Vraag dan op niks. Het laatste deel van de race is een lange afstandsloop. Zo keer je terug bij de finish. Hier. De eerste die er aankomt, wint. Succes, Owen. Als ik dan van iemand moet verliezen, dan liefst van jou. Oh, aardig. Ik hoop ook dat je van mij verliest. Ja, hup, Owen. We willen een feestje. Jij krijgt je feestje. Woehoe! Yeah! Zo! Hup, meid, je kunt het! Je gaat winnen, Gwen! Ik doe niet aan juichen. Kom op, Gwen, je kunt het! Op uw plaats! En klaar! Af! Hup, Owen! Hup, Owen! Ah! Die zie ik kan heel goed aanmoedigen, maar man, ik schrok wel een beetje. Als ik je negeer, ga je dan weer weg? Dacht het niet. Weet je, als jij mij ziet zitten, betekent niet meteen dat ik jou leuk vind. Ik dacht dat je niet boos meer was dat ik Helle kuste. Het was niet mijn schuld. Zij kuste mij. Ik zei dat ik er overheen was. Ik zei niet dat ik graag nog eens met je uit wilde. Waarom is die paal zo speekglad? Als je me daar toch staat te vervelen, help dan even. Dankjewel. Ja! Ik heb hem! Ik heb de vlag! Hoe kom ik weer naar beneden? Glij als een brandweerman! Heel goed, maar gek grottetje heeft een voorsprong. Dus rennen met dat dikke luie lijf. Nu, Owen, nu! Oké, ik word bang van al die rare meiden. Misschien vraag ze maar niet op mijn feestje. Grappie! Oké, nieuwe stagiair. Het is graag om te beginnen in de laatste aflevering. Maar alle oude stagiairs hebben het einde niet gehaald. Nou... Wat je moet doen, is deze laatste proef testen en zien of het enigszins veilig is. Ja.
naar beneden kijken, gast! Nou, lijkt me veilig genoeg. Joffe liet de hele tijd het volgen, hoor. Ach, ik heb toch niks beters te doen. Ga Owen maar aanmoedigen. Ik weet dat je naar zijn feestje wil. Ja, en misschien vraag ik jou wel mee. Hé, hey, moet je zien. Ik zie je aan de andere kant, oké? Ach, het kan jou wat schelen. Heel veel. En het valt echt wel mee. Dat was het dan. Ik ga er aan. Oké, okay. Gwen heeft haar arendsei en begint aan de tweede proef. Waar is dat ei voor? Oh, wacht maar. Luister naar me, Owen. Ik wil meer dan wat ook ter wereld dat jij dat grote feest gaat geven. Ik help je echt zoveel ik maar kan, maar jij moet wel sterk blijven, snap je? Oké, okay. Goed, Heather. Alexander de Grote Man, dat is het niet meer kloof. Zoek je evenwicht en blijf kalm. Oh, nee! Hou vol, Gwen! Het lukt je echt wel! Maar vol niet in het water, want het zit vol met haaien! En zo help je me dus niet, Owen! Sorry! Wanneer gaat die stomme Muffy nou eens werken? Ah! Wat was dat? Boze arendouders? Oh, wauw, dat is echt ziek, zeg. Wat? Vind je het leuk om dit te zien? Ze kunnen doodgaan. Oh, niet zo hysterisch, schat. Dit is super tv. Oh, Duncan is nog zo'n kind. Wat is dat toch met jongens dat ze bepaalde lichaamsfuncties en bijna doodgaan zo leuk vinden? Moet ik kijken naar Gwen en Owen die hun leven op het spel zetten? Dit is leven in zijn pure vorm. Kijk naar Elvis hier met zijn gitaar. Eén misstap en zijn vriendin is haaienvoer. Materiaal voor een interessante song. Het is waar. Gevaar is toch wel lekker. Je bent zo niet mijn type. Ik word niet goed. Oh, help! Hij komt op ons af! Wat doen we nou? Doorlopen! Boze arendouders. Leuk bedacht. Het gaat je lukken, Gwen. Je bent de geweldigste vrouw die ik ken. Sterker nog, ik zat te denken. Ik denk dat ik van jou... Oké! Okay. Ik kan nu echt geen afleiding gebruiken, Trent. Oh, dan vind je dit niet leuk. Oh, wauw. Zo schitterend. Oh, te mooi. Gwen, negeer het waanzinnig schitterende mannenlijf en blijf lopen! Was dat nou je troef? Hoplakee, klein arendbeestjes-eitje. Geen zorgen, ik weet. Rennen! Ze heeft een voorsprong! Alweer! Oké. Fijn dat je niet de blitter bent gevallen. Nou, bedankt. Oh, bijna vergeten. Bedankt nog voor die muffin. Welke muffin? Die bij mijn hutje stond. Ik heb je geen muffin gegeven. Was die lekker? Geen idee, niet opgegeten. Oh nee! Snel, waar is hier de wc? Owen! Nee! Niet in het dagboekhok! En wat is er hier aan de hand? Goedemorgen, medefinalist. Hey, hoe is het? Wat een smakelijk uitziende muffin heb je daar. En zo chocolade, smeuig. Geniet ervan. Oh, ja, dat is een goede muffin. Ga
maar even niet naar de confessiepot. Goed zo. Hup, meid. Je kunt het. Even voor de duidelijkheid. Je bent dus niet meer boos op me. Nee. Maar je vertrouwt me ook niet. Inderdaad. Is er iets dat ik kan doen om het weer goed te maken? Nee, dat denk ik niet, nee. Hé, wat doe je nou? Een gevoel voor je tonen. Door een kei te dragen? Het is niet makkelijk, hoor. En een knul moet wel heel erg verliefd zijn om dit te doen, vind je niet? Of wel heel erg dom zijn. Ik haal wel tienen. Nou, voor mij ben je gestoord. Jongens, we moeten nu iets doen! Wacht, ik heb een plan. Heeft iemand hier een elektrische ventilator? Zeker, staat er met trailer. Echt waar? Dacht je dat ik die verwaaide look van mezelf had? Haal hem en kom hier weer terug. Snel! Je rent jezelf nog eens kapot. Ik ga je niet opgeven. Ik kan nog winnen. Grote zet, zit het pijn. Daar zijn ze. Twee echte rivalen. En als je het mij vraagt, de ware belichaming van de afgekeurde Olympische sport. Hoe gaat het? Oh, goed hoor. Hé, geef niet op. Ik ben zeker dat je haar wel terugwint. Lieve help, wat ben ik moe. Ja, oké. Hey, de brownie is opgepast. Lindsay, zet hem aan. Mijn bruik! Kunnen jullie dan niet goed doen, sukkels? Oké, ik heb nu echt genoeg van die meid. Na 8 zware weken kondig ik met plezier aan de winnaar van
Total Drama Island. Owen! Ik ben blij! Het is gewoon te gek! Ja! Jongens, volgende week feest! Ben je niet teleurgesteld? Een beetje. Maar hey, ik ben tweede van de 22. Dat is best wel oké, toch? Owen, bij deze geef ik je het ultieme symbool van overleven. De laatste marshmallow. Ik zal hem de rest van mijn leven koesteren. Ach, wat nou? Ik kan zoveel marshmallows kopen als ik wil. Yo, Owen, weet je waar het tijd voor is? Nee. Doe eens maar. Jongens. 1, 2, 3. Wat heb ik nou de hele zomer al willen doen? Vind je het lekker, ijdeltuin? Huh? Oh, chef. Ja! Ah, kom op. Je bent toch wel een beetje blij dat die kopje ondergaat, of niet? Nee. Ja, toch wel. Het stinkt nog steeds.